Alright. Dag 2 van dit ding. Ik heb gisteren pakjes gemaakt richting Berlijn en München. 2. Mega. Maar weer hetzelfde probleem gelijk altijd. Shipping is gewoon niet betrouwbaar. Ik heb eindelijk een site gevonden waarbij dat je aan een relatief lage kost, en dat is nog relatief, shipping kunt doen naar gans Europa en daarbuiten voor een sava prijs. Het is eigenlijk een aggregator en je mocht op zijn factuur hetgeen dat ik eigenlijk al altijd wil voorstellen aan de labels die eigenlijk in hetzelfde groepje zitten waarin dat ik zit. Om voor het sava wat als factuur delen, er is dus een site die dat toelaat en je kunt dat dus doen. Maar het ambetant is dat dat gewoon niet betrouwbaar is. De ene keer kijkt op die site en denkt van, oeh, een pakje naar België, ik ga dat gewoon, dat is 4, 5 euro. En dan doe je de kilopost en dan is het meer of minder. Soms is ze meer, soms is het minder. Het is heel frappant. Steek de 3 platen erin, dan is het plots duurder online dan dat je het offline met kilopost zou versturen. En andere keren staat er dan 8 euro of zo een klets naar Duitsland en dan gaat het met post, dat je denkt van, ah ja, de post was blijkbaar goedkoper, ik pak terug kilopost, dat is plots 13 euro voor een pakje. Oh, shipping is echt rampzalig als je kleine nummers draait, hè, man, dat is echt ongelooflijk. Er is geen één oplossing die eigenlijk echt e-commerce ondersteunt van, weet je wat, mannetjes, je mag instappen aan een sava prijs en zo verder. Ik vond eigenlijk, ik heb ooit zo'n contract gehad met Bpost. En dat was iets van 6 tot 7 euro shipping. Maar ja, je verstuurt platen. Wat is eigenlijk een pakketje dat niet in de brievenbus kan. Dus dat kost al veel meer. En dat kwam op, ik weet niet, het was 7 of 8 euro minimum al terug naar België. En uiteindelijk was het goedkoper als je gewoon kilopost pakte. Dus makes no fucking sense, man. Echt hoor. Het is frappant. En nu snap ik waarom dat er zoveel e-commerce dingen niet van de grond geraken ook. Uw shipping, dat is echt al miserie op zich. Je moet echt al grote nummers draaien. Je moet echt al superveel risico pakken. Er is zo niks dat je superklein, buiten proportie van je brievenbus, kunt versturen aan een schappelijke kost. Dat is gewoon niet haalbaar. Dus ofwel moet mijn product de prijs moet omhoog, zodat je je versturen kunt verantwoorden. Maar hij begint maar eens 15 tot 20 euro te vragen voor een plaat die nieuw is, dat je kunt vinden in de winkel. Langs de andere kant, ik heb ook een serie aan unieke dingen gemaakt. 21 stuks met allemaal apart artwork en zo. Dat gaat voor 35, omdat de kostprijs om te maken was al 32 euro het stuk. Dus ik kan gewoon niet onder die prijs gaan, want anders verkoop ik mijn verlies en dat mag niet. En bla bla bla. Dus je zit met een ganse nutsklut. Bon. Ik ga vandaag video's maken. Een beetje content voor social media.